dames en heren. En super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is Meijer. Ziet er prachtig uit trouwens in haar nieuwe jurkje vandaag. Ja. Ongelooflijk. Schatje, super mooi. Wat is er? Oh nee. Wat? Ik zit iets te bedenken. Oh, je bent die kousen vergeten? Nee. Die beenwarmers. We gaan straks ergens heen waar je blote voeten moet. Oh ja. Oh, je hebt een panty aan. Ja. Oh, en hoe gaan we dat doen? Dan moet je die panty kapot knippen. Ja, dan moet ik mijn panty uitdoen, denk ik. Gewoon helemaal uit en dan later weer aandoen. Oh, ik zit er nu ineens te bedenken. Ja. Ja, dat is niet zo slim. Dat is niet zo slim, maar ja, dat had ik ook niet bedacht. Nee. Ja. We kunnen nu nog omkleden anders. Nee, want ik heb anders zo'n hele wijde broek. En dan moet ik ook daten met mijn broek zo omhoog lopen. Oké. Okay. Ja, we gaan vandaag iets heel erg leuks doen. In de middag hebben we een reservering staan. Tussen 1:30 en 2:00 dan moeten we ons melden. En dat heet Teamlabs. Later vandaag krijgen jullie te zien wat dat is hier in Tokio. Het is overigens ook onze laatste dag hier in Tokio. We hadden in totaal van de bijna 2 weken, van de 13 dagen geloof ik in totaal, hebben wij 3 dagen Tokio en 10 dagen Osaka. Jullie hebben gezien hoe vet Osaka wel niet is. Tokio, ook echt een bizarre plek. Je ziet dingen die je nooit in je leven had verwacht te zien. Soms een beetje filmachtig. Vooral qua reclame maken, anime. Ook als ik nu zo mijn camera omdraai, dan zie je daar beneden dat gebouw, daar staan allemaal van die posters en reclameborden op. Daarboven zie je zo'n kat staan. Het is op zich wel een oké uitzicht. Maar het is gewoon 1 groot gekhuis. Het is echt niet normaal. Je weet niet wat je meemaakt. Het is te bizar voor woorden. We hebben alle spullen ingepakt dus. Die gaan we achterlaten hier bij het hotel. Dan gaan we de rest van de dag gaan we lekker op pad. En dan gaan we vanavond weer richting Osaka naar het andere hotel. En met de bullet train. 320 km per uur. Zo naar Osaka in 2,5 uur. Dus dat wordt heel erg vet. Dus laten we er vandoor gaan en even lekker ontbijten. En gedag zeggen tegen Wouter en Misha. Schatje, ik heb voor jou een muntje. Voor de gachapon. Je hebt serieus gewoon een gachapon in het hotel. En je krijgt per gast een coin. En die mag je dan erin doen en mag je draaien. Wat heb je? Ik heb nog een coin. Heb je nog een coin? Sticker. Oh, dat is dan een gratis drankje, denk ik. Wat is dit voor coin? Wat is dit voor coin? Also, please insert. Oh, again. Because this is different. Okay, so this is a welcome drink coin. Oh, welcome drink coin. Oh, nou, dan mag je een drankje. Yes. Oké, okay, ga ik deze erin doen, die van mij. Kijk, wil je die openmaken voor mij? Wil je dat niet zelf doen? Nee. Wat heb jij? Wat heb jij? Very good luck staat er. Serieus? Bij mij staat er very good luck? Ja. Luck item. Nou, beter. Nou, je hebt heel veel geluk vandaag. Nou, thanks. En je mag maar gratis drankje er ook bij. Nou, dankjewel. Kijk, dan heb je deze 2 lieve mensen hier staan. Wouter en Misha. Die gaan ook even de koffers hier laten staan. Die halen we dus vanavond weer op. Perfect. Zo, daar zijn we weer, dames en heren. Buiten op straat in Tokio. Iedereen moet nog even opstarten. Of... Al wel, ik zie daar in de verte weer een rij staan. En het zal me niks verbazen als ze weer een of andere release hebben van iets van anime of zo. Waardoor er een mega rij staat. Weer. Gisteren ook al, hè? Ja, gisteren. Maar toen jullie vertrokken stond er een rij. En toen wij vertrokken... Stond er ook een rij. Stond ook nog steeds zo. Ja, echt bizar. Ik dacht dat het dus die Donkito is, maar ze lopen verder. En dat is zo'n pachinko en slot. Dat is een gok. Is dat casino? Ja, dat is het casino. Nee, je gaat me niet vertellen dat deze mensen in de rij staan voor een casino. Ja, dat was gisteren ook. Want wij zeiden nog tegen jou zo van... Wij liepen ook langs de rij en die ging over 3 straten lang. En er stonden allemaal verkeersregelaars omdat die lijn zo lang was. Ja. En dat was ook een gokhal. En dat was verder bij het station. Maar dit is ook een gokhal. Maar wat ze daar kregen was een lot. Echt? Ja. Wat? Dus ik weet niet of het een reserveringslot is of dat het misschien een beetje geluk kan winnen ofzo, maar ze halen allemaal tikken, daarom lopen ze in één keer door. Ja, ik zie het, ze halen iets op, ze gaan meteen weer weg. Het is gewoon alleen een kaartje. Yeah. Echt bizar hoor, wat je hier allemaal ziet, joh. Het gaat maar door en door en door. Maar ook gewoon dit hele gebouw met al die poses en zo. Goed, in ieder geval, zij gaan allemaal iets ophalen, iets van een ticket of wat dan ook. Wij gaan deze ochtend een mooie tempel bezoeken. Want als je naar Japan gaat, gaat het niet alleen maar om de vette shoppingwinkels en gewoon überhaupt de winkeltjes en vette dingetjes. Maar ook even een beetje kijken in de natuur en even een tempel, een altaar.
Gewoon even kijken hoe dat eruit ziet in het echt. Want ja, zo vaak kom je hier niet op zulke plekken. Dus we gaan deze ochtend naar een... Is het nou de Senji Tempel? Sensoji Tempel. Dat is hem. Dus daar gaan we heen. Er komt daar een hele dikke auto aan, dames en heren. Zo, die haalt zo even de politie in. Njong. Kijk hoe dit er ook weer uitziet. En wat heel chill is hier, is dat ze bij de zebrapaden heel vaak aangeven hoe lang je nog kan lopen. En hoe lang het duurt voordat je mag oversteken. Dat is ook echt ideaal. Kijk, zien jullie dat hier? Daaronder, die streepjes. Misschien zie je het beter aan de overkant daar bij het stoplicht. Maar hij gaat nu groen worden in 3, 2, 1. Boom. Ja, doe maar. Ja. 3, 2, 1. Waarom staat hij zo lang op? Ja, nu. En de, oh ja, dit vogeltje. Hoe geniaal. Dit heb je dus altijd. Kijk, er zit daarboven een klein speakertje. Zie je dat? En die maakt elke keer zo'n vogelgeluidje en dat betekent dat het groen is. We hebben een heerlijk ontbijtje hier met een gepocheerd ei. Zo, kijk eens even. Steek hem erin. Gepocheerd eitje. Oh, lekker hoor. Het ziet er toch goed uit met lekkere wafeltjes, een hartje. Nou, eet smakelijk. Het is wel een populair tentje hier zo hoor. Er staat echt weer een dikke rij voor mensen die allemaal koffietje of even een lekker ontbijtje willen gaan halen. Maar goed, we zijn in een best wel toeristisch gedeelte nu, omdat het vlakbij die tempel is. Die tempel schijnt echt super mooi te zijn, maar daardoor ook heel populair, heel toeristisch. Maar dat kan alleen maar gezellig zijn, want dit soort straatjes is leuk om eventjes doorheen te lopen. Ik heb er heel veel zin in, ik ben benieuwd. We gaan er straks in één keer even heen lopen. Allemaal van de leuke winkeltjes hier zo aan de zijkant, met allemaal van die typische Japanse lekkernijen. En dan nu, boom, check dit. Daar hebben we weer een oranje poort, dames en heren. Daar gaan we weer. Let's go. Nou, dat ziet er wel weer mooi uit, hoor. We hebben sowieso echt zoveel geluk met het weer. Het is heerlijk. Zo, die is wel weer groot, hoor, dames en heren. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oei, oei, oei. Heeft je vader niet, hè? Mooi, hoor. Kijk dan. Imposant noemen ze dat, volgens mij. Wat een imposant gebouw. Kijk eens even, wat een drukte, dames en heren. Zo, hoppakee, dat is hem. Zo, daar zijn we dan, dames en heren. Ja, en nu? Maar een beetje rondslenteren, denk ik. Een beetje koekeloeren. Je ziet altijd bij tempels super mooie kledij. Net als hier weer. Het is weer allemaal zo groot, dames en heren. Ongelooflijk. En ze zijn hier voor 100 yen. En weer een soort van geluk aan het proberen te halen. Met van die doosjes. Oh, het valt naar beneden. Volgens mij 100 yen en dan moet je een stokje eruit zien te krijgen of zo. Ik weet niet precies wat het was. Zoiets. Nou, in ieder geval heel veel van dit soort shops heb je hier. Ja, en gewoon imposante tempels. Kijk dan. Ja, het is vandaag zondag trouwens. Misschien verklaart dat ook een beetje waarom het zo ongelooflijk druk is. Kijk eens. Die ziet er echt mooi uit, die achtergrond. Ja, klopt. Die ziet er heel mooi uit. Kijk dan. Oké, we gaan eens even naar binnen. Je hebt een hele lange rij voor mensen die gaan bidden vandaag. Maar je hebt ook een rij om gewoon even naar binnen te gaan om te kijken. Dus laten we die rij even gebruiken. Huh? Oh, kijk. Dit was toch iets van al je... Ja, reinigen. Je ziet ook dat ze de rook naar zich toe trekken, zie je? Ja, kijk dan, ze doen het allemaal wapperen naar zichzelf. Kijk dan. Oh, ik moet zeggen, dit is wel heel gek om te zien hoor. Als je dat nog nooit hebt gezien en je staat hier, dan is dat wel een beleving. Kijk dan. Wat maken we mee, hè, dames en heren? Ongelooflijk. Zo'n andere cultuur dan wat wij gewend zijn in Nederland. Echt zo mooi om dan even mee te maken hier. In levende lijven. Maar dit is al helemaal weer mooi. Kijk dan. Weet je wat wel fijn is trouwens? De zon. Oh, het is zo lekker. Lekker, lekker. Daar gaan we. Even een kijkje nemen naar binnen. Kijk deze lampion, hoe groot die is. Wouter zei het ook, als je hiermee gaat Sint Maarten lopen, hoeveel snoep krijg je dan? Ja, het is een hele grote. Misschien was dit de verkeerde dag om heen te gaan. Ja, of juist de goede, dat hangt er vanaf. Gewoon lekker zien hoe druk het is. Ja, dat is zeker waar. Ongelooflijk. Zoveel mensen. Wel mooi, het ook plafond weer, hè? Ja, ik kom meteen naar te kijken. Zien jullie deze megabak, dames en heren? Daar wordt echt constant geld in gegooid. Echt de hele tijd. Hoor je dat? De hele tijd.
gaat maar door en door en door. Hier bij de ballon heb je ook weer een plek met een bak waar dan elke keer 100 yen, denk ik, ongeveer erin wordt gegooid. Of misschien kleiner, 5 yen. Ik weet niet precies wat ik op het bordje zie staan daar. Ik weet niet of dit een soort van tussenstop is waar je dan geld in gooit en dan daarna geld en dan gaat bidden. Maar ik zie sommigen ook hier bidden en dan daarna daar. Zo, het is wel een hele beleving hoor dit. Mensen staan echt lang in de rij ook. Maar ja, het is hun geloof natuurlijk. Het boeddhisme is dit, dames en heren. Daarom heet het ook een tempel. Voor de mensen die het gemist hebben, boeddhisme is tempel en een altaar is shintoïsme. En shintoïsme, daar geloven de meeste Japanners in. En dat zijn dus altaars. Of altaren, altaar. Nou, in ieder geval altaar, je snapt wat ik bedoel. Maar dit is dus boeddhisme. Hier heb je dus ook allemaal weer van die rammelaars, waar dus van die stokjes in zitten. En een papiertje waarop je dus kan zien ja, wat voor geluk je hebt. Fortune, 100 yen. En wat hebben we hier, schatje? Een standbeeld. Een standbeeld? Maar niet het standbeeld. Is dit een Wouters weetje, of? Nee, dat gaat niet over dit standbeeld, maar dat is een ander standbeeld. We moeten nog op zoek naar een andere dan. Ja, ik weet niet of die er is, want er was de legende van deze tempel. Dit is trouwens de oudste tempel in Tokio. Maar de legende was dat twee vissers mannen, die waren aan het vissen in de rivier en die vonden opeens een standbeeld in de rivier. En dat was van Kennen en dat is een bepaalde god die ze hier dus vereren. Deze tempel is ook gemaakt voor Kennen. Of Kanon, ik weet niet precies hoe je het in het Japans zegt. Maar ja, ze vonden dat beeldje en ze brachten het naar het hoofd van het dorp. En die zeiden van wauw, dit is heilig dit beeldje. Dit is een heilig iets, een heilig wezen. Deze moeten we gaan vereren. En toen heeft hij zijn eigen huis omgebouwd tot een tempel. Nu denk ik niet dat hij hier woonde, maar het idee deze is wel dat hij vanaf daar, hier zou hij dan ergens wonen, is dan deze tempel dus ontstaan. Maar dat is wel een mooi verhaal. Ja, hè? Ongelooflijk. Daar vereren ze dus Kanon of Kennen. Ja. En ik weet niet of je zo net ook zag dat je kon doneren voor de slachtoffers van de aardbeving. Nee, heb ik niet gezien. Er was daar een bordje en er stond van hier kan je doneren voor de slachtoffers van de aardbeving. En dat komt omdat Kennen is de god van genade en compassie. En daarom ja, bid je hier dat de mensen die getroffen zijn door de aardbeving, dat die dan zo min mogelijk last ervan hebben. Of in ieder geval geluk zullen hebben. Dus dat is het idee hierachter. Even een applausje. Ja. Ongelooflijk, wat een verhaal weer. Damn, wat een mooi Wouter zweepje. Mooi. Ja, zeker weten. Nee, maar dat is echt nice. Er komen er ook net even wat meer over te weten dan alleen gewoon wat mooie shots en beelden en zo. Dus, ik kom er net iets meer tot leven, want al die mensen komen hier natuurlijk ook echt voor die reden. Om te bidden voor genade en voor ja, je hebt compassie. Natuurlijk heel erg veel toeristen, ja, maar ook, ja. Je ziet ook wel echt duidelijk gewoon een hele lange rij staan voor het bidden. Dus voor de mensen die hier vaker komen, die hier wonen in Tokio en die dit als hun geloof hebben. Maar los van dat, het is als toerist zijn er natuurlijk ook super imposant om dit allemaal gewoon te zien met eigen ogen. Nou, tot nu toe was het drukste kruispunt ter wereld er niks bij, dames en heren. Want kijk eens eventjes hoe druk het hier is. Die hele straat, het blijft maar doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ongelooflijk. Echt niet normaal. Is het druk, schatje? Nee, valt mee. Het is echt de drukste dag tot nu, hè? Ja, je kan echt niet normaal lopen. Maar deze mensen gaan allemaal naar die tempel, denk ik, hoor. Ja, dat denk ik ook. Die gaan allemaal hier naar rechts, want hier begint het, zeg maar. Wij moeten rechtdoor. Ja. We kunnen beter oversteken dan hier. Dit is zeg maar het begin van die tempel. Dus iedereen die gaat eigenlijk hier erin. En dan loop je gewoon één rechte lijn zo op de tempel af. En dat is natuurlijk een supermooi aanzicht ook overal. Dus het loopt helemaal langs die winkelstraatjes. Dit is ook heel populair. Dat zie ik ook heel veel mensen doen dit. Ja, daar zie je mensen erin zitten. Ja. Dat zie je echt veel. We krijgen een hele rondleiding rond de tempel. Met zo'n... deze heeft de tempel goed erin zitten. Ja, dat is gewoon een redder. Ze hebben een soort van kamelenteenschoenen of zo. Ja, ziet er heel gek uit. Ja, goed. Wij hebben een lekker plekje gezien. Dus daar lopen we nu eventjes heen. 5 minuutjes. Dan zijn we er. Wel een beetje weg uit de drukte. Oei, oei, oei. We zijn hier om 1 uur. We zijn eigenlijk even dik te vroeg. Maar op zich is dat niet verkeerd. We hebben gelukkig tickets gehaald. Dat moet ook wel. En dat is echt de grootste tip die ik jullie kan geven. Kijk, wij zijn nu hier. En volgens mij is het niet echt vakantieperiode. Maar als het echt vakantieperiode is, dan geloof ik wel dat je echt
voor alles, maar dan ook alles moet reserveren. Wij hebben 2 dagen geleden of 3 dagen geleden de laatste 2 tickets van vandaag hier opgehaald. Of geboekt, zeg maar. En dat was dus tussen 1:30 en 2:00 hier aanwezig zijn. Dus als je ooit van plan bent om naar Japan te gaan en je kan een droomreis, zo kan je het echt wel noemen, waarmaken, dan zou ik zeggen voor alles reserveren. Dat is wel echt. En check gewoon TikTok voor alle inspiratiedingetjes of de vlogs natuurlijk. Maar dit is het, dames en heren. Team Lab Planets, Tokio. De lijn is open zojuist gegaan voor 1:30, 2:00. Dus let's go, baby. Ik ben heel benieuwd. Er staat ook al, you will be barefoot. Dus we moeten een bandje echt uit gaan doen. Ja, we moeten met blote voetjes. En Wouter en Misha, die hebben deze ervaring vorig jaar al gedaan toen ze in Tokio waren. Dus dat is ook de reden dat we gewoon weer even gesplitst zijn. Dat zien jullie wel vaker tijdens deze reis. Af en toe dan splitsen we even op, omdat dan de dingen die wij doen, zij al gedaan hebben. En dan gaan ze weer iets doen wat zij zelf nog willen doen. Zodat we allebei gewoon even andere dingen doen die we nog niet hebben gedaan. En zij vonden dit heel leuk. Dus ze zeiden, jullie moeten het zeker weten ook gedaan hebben. Ja, ze zeiden, jullie moeten hier echt gewoon heen. Ja. Je bent er 1 uur, 1.5 uur binnen. Maar het schijnt een hele toffe ervaring te zijn. Dus ik ben echt benieuwd. Ja. En toen Wouter en Misha zeiden, je gaat met je blote voeten. Toen was ik al geïnteresseerd. Toen dacht ik van, wat gaat er dan precies gebeuren? Ja, heel veel bijzondere kamers zijn het. Ja, ik ben echt benieuwd. Nou, zoals jullie zien, we staan in een ruimte waar we dus allemaal plaats moeten nemen op deze. Dus we staan mooi naast elkaar zo. Oké, daar gaan we, dames en heren. We moeten de schoenen uitdoen. Boom, daar gaan we. Schoentjes uit. Hoppa. Gaan meteen stinken van iedereen. Stink, stinky. Ik heb geen zweetvoeten, maar ik ruik wel al iets. Zo, daar gaan we. We hebben alles in de locker gedaan. En we hebben de broek omhoog gedaan. Marion heeft een rok aan, maar ik denk dat het wel goed gaat komen. In ieder geval blote voetjes. Koude vloer. Ja, hele koude vloer. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd of het water ook koud is. Ja, ik ook benieuwd. Daar gaan we. De ingang. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd wat er nu gaat gebeuren met de blote voeten. Oké, we gaan eerst naar de water area, dames en heren. Ik ben benieuwd. Daar gaan we. Ik ben ook heel erg benieuwd wat jullie hiervan meekrijgen, dames en heren. Omdat het zo donker is overal. Oh shit, ik hoor water. Oh, kijk dan, een soort van trap omhoog. Gedaan dit hoor. Okay. Ik denk dat dat soort van wasspul is. Daar gaat hij. Ja, dat is een soort van wasbadje wat we net hebben gehad dan, denk ik. Ja, dan heeft iedereen zijn voeten een beetje schoongemaakt. Ja, en dan kan je nu gewoon doorlopen en genieten zonder dat je het idee hebt van oeh. Ja, je denkt er wel een beetje zo over na. Oh, wat is dit? Oh, yo. Je loopt hier. Wat? Lekker kussentje. Ja, je loopt in één keer door kussens of zo. Je voelt wel lekker, hè? Oei. Het voelt gewoon als één groot bed hier zo. Zullen we slapen? Ik ben zo weg hoor. Ja, ik denk het ook. Zo, dit is wel dol of gek? Ja. Wow, alles is gewoon zacht inderdaad, ja. Oké, wat hebben we hier? Zo donker. Oh, voel dit. Zo, het voelt heel lekker. Kan je wel wat zien, schat? Ik zie alleen de rode lampjes. Maar is weer wat anders. Die sensatie is wel fijn. Nee. Ja, je voelt allemaal een soort van zachte kussentjes onder je voeten. Ja. Maar de ene keer is weer een ander kussentje dan de andere keer. Het is gewoon een hele wandeling die je binnen maakt. Oké, we hebben licht, dames en heren. Kijk dan. Wat? Wow, dit is spacend. Wow, dit is echt spacend, hè? Heel mooi. Wat? Het zijn gewoon allemaal lampjes dit. Kijk dan hierboven ook. Boy, yo. Boy, yo.
Zo. Wat? Zo, dit is spacey hoor. Kijk al. Zin is het ook eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk is het heel simpel. Het zijn gewoon heel veel spiegels en lichtjes. Ja, het zijn gewoon allemaal RGB's. Next level hoor, deze ruimte. Kijk dan, jeetje. Echt bizar dit, hè. Kijk, alle mensen hier staan dan ook. Het ziet er zo gek uit. Oké, let op, 1, 2. Oeh, dat was nice, hè. Te maken. Ik vind het zo geniaal. Kijk dan. Ongelooflijk. Oké, we gaan kijken naar de volgende ruimte wat ons te wachten staat, dames en heren. We zijn nu al allebei mind blown. Echt een hele vette ervaring dit. Nu al een aanrader als je naar Tokio gaat om dit te doen. Deze kamer was echt gewoon hiervoor zou ik al heen gaan. Ja, echt hè? Alleen voor deze kamer. Ja. Zo, nu moeten we even, stoeken, nu moeten we even goed opletten weer. Deze mijn kat ook. Nu moeten we even de rode lampjes weer volgen. Oh, je moet echt je dingen hoger doen hoor. Ja, je moet je rokje wel een beetje wat meer hoger doen, ja. Dit is wel een stuk water waar we doorheen gaan. Ja, het is warm. Oh, zo lekker. Heerlijk. Oh, dit is echt lekker water, hè. Oh. Het water is zo warm. No way, dit is echt, dit is Japan, dames en heren. Dit is next level. Oh my god. Wat gebeurt hier? Ja, dit is echt ziek. Dit is echt, echt heel ziek, dames en heren. Wat een beleving is dit. Kijk eens even. Wat muziek maakt het ook zo mooi. Ja. Die kinderen hebben echt schijt, die gaan niet goed zwemmen. Zo fijn. En je kon dus ook een gratis zwembroek hier lenen. Ja. Jeetje. Echt bizar. Kijk dan, dames en heren. Niet allemaal dit. Oh, ik voel hier iets in het water. Echt? Ja. Een vis? Een vis denk ik, ja. Wow, het ziet er echt vet uit. Het is echt next level dit, hè. Kijk dan. Je hebt echt het gevoel dat ze hier bijna zwemmen, hè? Ja. Hoe dan? Ja, een projector, maar... Ja, en het water is ook een beetje melkig, dus dan zie je het nog mooier, denk ik. Ja, ik denk dat het dat is. Ze hebben gewoon melk erin gedaan. Ja. Japan, baby! Yes, baby! Zijn we bijna aan de andere kant van de wereld. Maar kijk eens wat we allemaal meemaken weer. Ja, en met de kleine hier op zak. Ja, ja, op zak. In de buidel. In de buidel, de kleine. Die maakt het ook allemaal mee, hè? Ja. Kleine. Zie je dat allemaal? Nee, hè? Later, ja. Mooi. Oké, we gaan deze ruimte verlaten. Zo. En we zijn er weer uit. Dat was nice. Even de voetjes weer droog maken.
Dankjewel. Zo, lekker droog. En we gaan weer door naar de volgende ruimte. Yes, ik ben benieuwd hoeveel ruimtes er zijn eigenlijk. Ik heb helemaal niet opgezocht. Ja, we hebben nu 3 ruimtes gehad. Ja, 3. Wow. Ja. Oh, deze is er spiegel. Zo, kijk dan. Je mag niet de ballen duwen. Ook een vette ruimte hoor. Wat zien we allemaal hier? Zo leuk bedacht. Onder een bal door, tussen de ballen. Experience the artwork, floating in the fallen universe of flowers. Nou, daar gaan we, schat. Ja, moeten we zitten. Dit ziet er nog wel eens naar uit alsof ik heel misselijk ga worden. Zo, holy moly. Nou, laten we zitten. Kijk dan. No way. Dit is wel weer echt next level, hè. Wat? Wow, ik ben al duizelig. Ja, je moet wel liggen, zeg. Gaan we liggen samen? Ja. Zo, waar liggen we dan? Gewoon lekker kijken naar boven. Wow, deze ruimte. Daar ga ik heel slecht op. We hebben eventjes gezeten, maar ik ga je echt heel slecht op, dames en heren. Het allemaal. Zo. Het is heel mooi. Het is echt heel mooi. Maar ik heb echt het gevoel alsof ik elk moment geplet kan worden door zonnebloemen. Wow. Zo, dat was het einde. De garden. Oh ja, we zijn alleen water gehad. Oh my god, we moeten nog naar de garden. Wow, ik dacht dat dit het was. Wat? Oké, we gaan nu naar de garden. Oké, we moeten terug naar de ingang en dan links. Zo, dit was echt specie die laatste. Ik ben echt misselijk. Daar kan ik zo slecht tegen dat. Ook al zag je er heel vet uit, vond ik dat de minste kamer, denk ik, van ze allemaal. De rest vond ik allemaal wat gaaf. Niet alleen omdat het me misselijk maakte, maar... Ik moet even bijkomen. De garden. Nummer 2. Hebben ze allemaal een jas aan? Oh, het is half buiten of zo. Slippers moeten we aan. Hoppakee, daar gaan we. Ja, dit is buiten. Zo. Dit is wel gaaf hoor. Dit is wel gaaf. Een soort van allemaal dinosaurus eieren of zo. Wat een gekke plek weer, zeg. Zo, schat, wat een shot, hé. Je lijkt wel een filmster. Ga eens wat naar achter staan daar. Jeetje, Mina. Echt bizar. Alsof er allemaal bijzondere dinosaurus-eieren hier achter allemaal in zitten ofzo. Het blijft er gek uitzien. Maakt niet uit volgens mij hoe lang je hier bent. Maar kijk dan, alsof je in één keer op een andere planeet bent ofzo. Daar gaan we, dames en heren. Je hebt een soort van tijdslot hier. Dus we gaan nu naar binnen. En als er ons wordt verteld we moeten naar buiten, dan zit het erop. Ik ben heel erg benieuwd. Je mag de bloemen niet aanraken. Dus ik ben benieuwd wat voor experience dit is. Ruik je bloemetjes? Het ruikt naar bloemen, ja. Zo. Ziet er ook weer vet uit, hoor. Ze komen helemaal naar beneden ook, die bloemen gewoon. Oké, hier moeten we heel even staan en wachten. En dan mogen wij denk ik daar onder die bloemen zitten straks. Ik ben benieuwd tot hoe hoog die bloemen gaan. Ik vond het echt vet dichtbij. Ja. Ik keek omhoog, ik zag in één keer voor mezelf. Hoi. Waar wil je zitten, schatje? Hier. Hier zitten? Ja, is goed. Wat? Heel gek dit, hè? Ga even lekker bij mij liggen. Zo. Die bloemetjes komen wel heel laag hier, hè? Dit is wel een soort van therapie of zo, hoor. Leuk, vooral heel lekker. Ja, ook dat, ja. Kijk hoe dit eruit ziet op beeld, hoor. Zo gek. Kijk
dames en heren. Dit was de ervaring, dames en heren, van Team Lab Planets. Damn, wat hebben we allemaal meegemaakt. Ik hoop dat jullie ook hebben genoten samen met ons. Wat een bizarre, vette ervaring. Dames en heren, wat een ervaring was dit, zeg. Ik vond het echt een 10 waard. Ik ook. Echt een 10. Ik vond het zo super vet. Het is zo gaaf gemaakt en bedacht. En je voelt allemaal dingen in je voeten en door het water heen lopen. En dan kom je in die tuin. Het is echt... Wauw. Het is echt, echt heel erg gaaf. We gaan nu de Uber nemen naar Don Quixote. Dat is, zoiets, ja. Dat is een soort van mega Acetion. Alleen dan in Japan. En we gaan dan daartegenover eerst even lekker lunchen. En ik heb weer gewoon echt een super zieke Uber geboekt hier zo. Waar je echt lekker kan liggen. Ik dacht, dat is wel even goed voor Maya naar Ruggie. Het was 200 yen duurder dan een zeg maar normale Uber taxi. Dus ik dacht van, ja, dan lekker voor het ruggetje van Maya en even lekker liggen. Zo. 200 yen is 1,20 euro voor de mensen. Ja, inderdaad, 1,20 euro. Dus Marion had echt slecht geslapen vannacht. Dus dit is wel even lekker zo, hè? Fijn. Zitten we dan weer eventjes. Oh, of we liggen eigenlijk, zowat. Ja. Maar een hele vette ervaring. Raad dit echt aan. 10 van de 10, zeker weten. En soms is het echt wel nice, hoor, om even een Uber te nemen. Want dan zie je ook echt gave uitzichtpunten. Zoals hier. Kijk dan. Vanaf de brug. Oh, dit is een tolweg opeens. Maar kijk hoe mooi dit is. Het is toch super gaaf dit. Ja, echt nice. Echt mooi hoor, schatje. Echt fijn. Hier ergens is ook het hoogste gebouw van Tokyo. Die, ja, die Tokyo Tower. Skytree ofzo. Ja, die, ja. Die Skytree Tower. Ja, die zie je ook echt. Ja, daar wilden dus tickets. Wat zijn dat? Daar wilden we dus tickets voor boeken. Helemaal uitverkocht. Daarom zei ik ook van reserveren echt belangrijk. Ja. Het was echt gewoon... De eerstvolgende dag was gewoon als wij weer weg waren, dus het was niet meer mogelijk. Helaas. Maar ja, we waren ook precies met het weekend hier in Tokio, dus dan is het nog drukker. We hebben een lekker koffietje gehad voor onderweg en we zijn nu aan het lopen naar... De North Face Lab. Het zou wel echt vet zijn als we daar nog iets van een exclusieve North Face jas hebben of zo. Of een vest of een... In ieder geval iets vets. Ik zie sowieso al een vette winkel hier. Ja, dit is wel een vette afdeling. Kijk, hier heb je allemaal weer van die beer bricks. Kijk hoe vet dat eruit ziet. Links niet? Nee. Hé, hey, de Pokémon Center is hier ook. What? We zijn wel zo vaak geweest ondertussen, maar kijk. Dit blijft echt vet. Deze houten ook. Oh, hier ook allemaal. Kijk hoeveel ze hier hebben. Wat? Kijk die grote. Die witte. Vind ik ook zo vet. Kijk, hier zie je het, dames en heren. Alle paarse labels die je ziet van North Face hier. Dat is dus Japan exclusive. Maar dat staat verder nergens vermeld. Maar dat is dus wel zo. Ja. Het ziet er wel uit als een vette winkel, hoor, dit. En valt... Oh, no video? Het blijft een beetje willekeurig. Van de ene medewerker mag ik wel filmen en die staat naast me. Ik film alles, niks aan de hand. En dan komt iemand anders langs en die doet zo'n kruis zo van no filming. Ja, oké. Okay. In ieder geval, we hebben niks moois gezien. Dus dat is wat het is. Maar wel een leuk feitje. Dan weten jullie dat in ieder geval de Japan Exclusive. Ik heb dus wel een t-shirtje nu aan van Fans. Een Japan Exclusive. Wel heel vet. Maar we gaan nu nog even naar een andere winkel. Die heet Stussy. Misschien is die wel vet. Je ziet daar flippers. En flippers, dat werd ons ook aangeraden. Dat zijn een soort van super luchtige pannenkoeken. Maar zoals je ziet, staat ook alweer een dikke rij. Dus dan moet je wel eventjes geduld hebben. Maar wij lopen gewoon verder. We hebben sowieso niet zoveel tijd nu. Want we gaan straks naar Don Quixote. Om, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Maar om af te spreken met Wouter en Misha. En dan gaan we die hele, wat zijn het, 6, 7, 8 verdiepingen of zo. Gaan we even lekker doorslenteren. Yay, daar is het. Stussy. Is wel een tof merk. Bij Stussy. Hoppa. Hallo, een paar t-shirts, een paar crewnecks. Oké, dat was het alweer. Een hele snelle blik in de winkel, maar niks gezien. We hadden heel graag gehoopt op zo'n Stussy en dan zo'n Tokyo. En dan, ja, dat was wel vet geweest. Maar niet gezien en je moet niet iets kopen voor goedkoper, maar echt omdat je het vet vindt. Dus we gaan weer door. Zo fijn eigenlijk dat die zebrapaden gewoon overal doorheen gaan, zie je? Daarom ziet het ook zo lijp uit op video altijd. Dit is niet gewoon één kant, die kant, het is gewoon alles door elkaar. Oh shit, here we go again. Pokémon! Ze staan gewoon hier in een rij om te spelen op dat grote scherm, kijk dan. Wat ziek, hè? Ongelooflijk. Wat een drukte. En dan hebben we hier de Pokémon Store. Zo, dit is wel vet, hè, met die Mewtwo. Wow, dat ziet er dik uit. Kijk dan. Wauw. Heel vet. Nou, daar gaan we, dames en heren. De drukte in.
kijk eens even wie ik heb gevonden, dames en heren. Ja, ja, Wouter en Marisha are back in town, baby. Oké, we gaan rechtstreeks naar de lijn. We hebben geen idee of ze Pokémon kaarten hebben hier. Ik weet niet eens waar de rij is. Ik weet ook niet waar de rij is. Er staan zoveel mensen dat je geen rij ziet. En als hier mensen dicht bij elkaar staan, dat is overal. Ja, het is echt... Ik heb goed nieuws. Heb je goed nieuws? Ja. Ik heb goed nieuws. Ze zijn er. Dat is heel chill. Kijk ook wat een groot scherm hier. Ja, dit is gewoon een beleving, dames en heren. Pikachu! Zo groot is echt dit. Zo, kijk dit dan, dames en heren. Wow. 33.000 yen voor een shiny Pokéball hoesje of een shiny Pikachu hoesje. Damn. Je kan ze serieus nog kopen hier ook. What? Oké, hier hebben we dan de rij. Dus hier gaan we eventjes wachten. Het is weer gelukt, dames en heren. Hoppakee, check. Boom! We hebben het weer. Volgens mij is het bij jullie ook weer gelukt. Gelukt. Lekker hoor. Nieuwe pakjes weer. Alle dingen openmaken. Heerlijk. Heel nice. Wow, yo, dikke motor. Wat een geluidje of zo hier in die straat. Heerlijk toch? Fucking vet. Oké, cool. We gaan nu eindelijk naar de Don Quixote. Oké, daar gaan we, dames en heren. We staan ervoor. De mega Don Quixote. Damn. Maak je klaar voor heel veel troep, denk ik. Hey, schatje, ben je er klaar voor? Ja, let's go. Make-up routine. Grijpen, grijpen. Kijk wat ze hier hebben. Dit is toch een superleuk aandenken, dit. Een humidifier. Goed, moeilijk woord, moeilijk woord. Kijk wat je hier ook hebt. Hachi. En ik heb stickers gehaald. Van Chin Chan. Ze hebben opeens een paar Nike handschoenen hier hangen. En dan nemen we deze mee met touchscreen. Let's go. Hier handschoenen voor de kleine. Maar dat gaat nog wel even duren, dus die laten we hangen. Dank je. Oké, let's go. Je hebt ook leuke mutjes, zoals deze. Dames en heren, er gaan veel meer vlogs aankomen. Ik denk 3 per dag en ook allemaal langer dan een uur. Want Marion heeft het geheime ingrediënt. Klopt. Je hoeft, als je dit opdoet, sleep 8 hours and 8 minutes. Je hoeft maar 8 minuutjes dit op en dan voelt het alsof je 8 uur geslapen hebt. Ongelooflijk. Sleep 8 hours in 8 minutes. Maar dat het niet uitverkocht is. Ja, dat snap ik ook niet. Raar. Ja, waarom is dat dan niet leeg? Bizar. Ik ga vanavond niet jongen, jongen. Nou, neem er maar een stuk of 100 mee. Alleen een beetje wat Marisha en ik net wel zeiden. Stel hè, je gebruikt dit en je denkt echt, wow, dit is zo fijn. Dan moeten we nog keer naar Japan. Ja. Dan kan je het dus niet meer halen. Dan moet je het dus of laten opsturen of in Nederland op zoek naar iets. Ja. Een beetje maar we moeten gewoon serieus een van de laatste dagen gewoon Japanse vrienden maken. En dan blijven connecten. Je kan ook super schattige outfits halen hier. Verdieping nummer 1. Marion die had een TikTok gevonden met echt de beste beauty producten in deze winkel. En wat is er aan de hand? Je hebt alles wat gevonden? Ik heb bijna alles gevonden, ja. Lekker schatje. Ik ben zo blij voor je. Maar ook gewoon leuk om uit te proberen. Het is ook helemaal niet duur. Dus dan ja, het is gewoon leuk om te ja, tuurlijk. Dat snap ik. Dat moet je ook zeker doen. Ja. Natuurlijk hebben we weer een Pokémon afdeling met Squirtle, Tampasta, tandenborstel. En Pikachu kan natuurlijk ook niet ontbreken. Yay! We hebben nog meer van Chin Chan. Behalve de stickers hebben we nu ook iets van lekkere chocolaatjes. Hele goede dit. Voor al je eten, voor je lekkere eten, kan je ook hier komen. Koekjes, snoepjes, chippies, chocolaatjes, noem het maar op. Ze hebben het. Maar serieus, noem het maar op, dames en heren. Ze hebben hier namelijk allemaal gekookte en gedroogde tarantula's. Dus dat zijn gewoon spinnen. Ze hebben ook een zwarte schorpioen, als je die toevallig wil opeten. Maar ze hebben ook gemixte insecten, als je daar toevallig zin in hebt. Echt bizar dit. Toch? Hangt hier gewoon allemaal. Wat? Ik ben nu op de 3e verdieping, dames en heren. En overal hoor je geluidjes, zie je beeldschermen. Het is echt alleen maar beauty producten hier op de 3e verdieping. Je hoort alles door elkaar heen. Het is echt niet normaal. Het stikt er hiervan. Het is echt bizar. Ik weet gewoon niet waar je het zoeken moet, joh. Wilde iemand toevallig nog wat lekkers? Misschien geen fan van schorpioenen of spinnen? Dan heb je hier op stok inktvis. Weet je wat het is, dames en heren? Ik ben erachter gekomen. Japan is super goed in het fixen van alles schattig maken. Zij maken gewoon alles schattig. Elk product wat ze op de markt hebben, maken ze gewoon super cute. Helemaal schattig. En dat verkoopt. Het is echt heel erg tof om te zien.
Ik zat net nog even na te denken dat ik heb dus gisteren op het drukste kruispunt ter wereld mensen gezien met een tv-scherm op hun rug die rondjes lopen omdat op die tv-scherm reclame wordt afgespeeld. Daar zat ik net nog even over na te denken. Wat? Echt bizar. Wat hebben we hier? Foundation met M&M erop. Ja, ja. Sicke collaboration. Huh? Gewoon Maybelline New York met M&M. Ja. Huh? Gek werk. Ja, dit is wel echt de winkel van Maaien hoor, dames en heren. Want dat karretje die wordt al aardig gevuld. Deze afdeling hierboven met elektronica is echt bizar. Het is niet normaal. Toevallig oplader, draadjes nodig of wat dan ook. Poeh. Powerbanks kunnen niet ontbreken natuurlijk. Poeh. Nieuwe actioncamera's nodig, zoals de Insta 360 of de GoPro. Poeh. Headsets. Poeh. PlayStation of Xbox items. Poeh. Iets van Pokémon voor de 10e keer. Boom. Iets van Mario. Boom. Nog meer Mario. Boom. En het gaat maar door. Het gaat maar door en door en door. Oké, we gaan naar buiten. Het is hier wel echt bloedje heet. En we hebben het allemaal wel gehad. We hebben het gezien. Het is echt, als je in Japan bent, ga naar deze mega Don Quixote bij Shibuya. Want dat is het wel waard. Het is echt een gekke, knotsgekke winkel. Niet normaal. Je moet het even gezien hebben. We gaan nu weer even een tijdje wachten op de lift. Want dit duurt wel aardig lang. Want ja, 7 verdiepingen en dan 2 liftjes. En honderden mensen, misschien wel 1000 in deze winkel. En we gaan dit dan even afrekenen. Dus ja, we zijn geslaagd. Zo, kijk dit. Zo, dames en heren, we zijn weer in de Game Town. Ongelooflijk, allemaal lichtjes, billboards, kaarten, spelletjes en ramen noodles. Oeh, we gaan even lekker wat avondeten. Ik heb nog steeds die grote tas bij me. Die gaan we pas vanavond droppen bij het hotel. Als we dus de bullet train weer gaan nemen naar Osaka. Zo net zagen jullie echt een lijp. Een soort van Tokyo Drift scène shot van echt een zieke Porsche. Echt niet normaal. Ik had snel mijn translator bijgepakt en toen had ik ingetypt. Vind je het goed als het raam heel even open gaat zodat ik deze super dikke Porsche kan filmen? En toen zei hij meteen ja. En toen deed ik de raam naar beneden. Ik zou een shot maken. Ik zat echt zo oeh. En toen had ik dus bij Google Translate getypt. Ik ben echt super blij en heel dankbaar. En toen liet ik hem dat horen. Hij was Hij vond het zelf ook super dik. Het was zo nice. Maar het leeft nu echt, hé. Het is niet normaal. Zondagavond. Het is poepie druk. Niet normaal. Best wel gek, want gisteravond was het helemaal niet druk. Op zaterdag. Overal waar je weer kijkt. Allemaal billboards. En allemaal gekkigheid. Kijk weer eens even hoe gigantisch dat billboard ook weer is. Dit is weer een of andere gek gebouw met allemaal slots. Je hebt pachinko heb je beneden en dan 2, 3, 4 zijn alleen maar slots. Het zijn alleen maar van die gekke apparaten waar ze allemaal van die balletjes de hele tijd gokken en zo. Het is echt lijp. Maar daar gaan we niet heen. We gaan hier naar binnen en dan gaan we naar verdieping 5. Let's go! Eentje! Zo, dat is echt niet normaal hè, die slots. Nee. Het is zo creepy om te zien. Ja. Het zit helemaal vol. Dat is echt niet normaal. 4 verdiepingen. Ja, ja, echt gekke werk. En dan over 100 meter weer. En dan weer. Yep. En dan weer. Cool. Geniaal. Toen we binnenkwamen hier, toen ging dat belletje af. Kijk dan, dat verwacht je toch niet van buiten, dat dit er zit. Hoe nice. Oh, dat ziet er goed uit hoor. Oh, lekker lekker. Zo. Dames en heren, sorry, ik ben gewoon echt helemaal vergeten. We hadden zoveel trek. Het lag hier echt, maar het is allemaal op. Dus ja, sorry, we gaan er weer vandoor. Het zit allemaal in het buikje. Het zit allemaal in het buikje. Het blijft toch echt een bizarre wereld dit, hè? Die Pokémon. Niet normaal. Hier heb je een hele muur. Hier heb je een hele muur. Hier heb je weer een hele muur. Hier ook. Hier ook. Hier heb je hele lijpe PSA-kaarten. Gewoon een hele muur vol. Maar hier zitten echt mega dure kaarten tussen. Kijk dan. Dan heb je ook die Ninja Pikachu. En allemaal met die zo'n Magikarp hoedje en zo. En Rayquaza. Zo. Ja, zoek maar eens even een dure uit. Laat me weten. Oh, ja, dit klopt. What? Dus hij is €3.767. Maar welke kaart? Met die zwarte. Die zwarte Pikachu. Oh, die ernaast ook. Die ook. Die met z'n tweetjes. Die zwarte en die groene, ja. Die zijn allebei €3.700. €3.700. GG well played. Hier heb je ook nog een hele muur met allemaal PSA 10. Heel erg schattig deze van Pikachu. Ik zal jullie even uitleggen wat er op dit moment gaande is. Wij wilden dus eigenlijk op het station tickets halen voor de bullet train. Maar we zaten online te kijken. En wat schijnt, eigenlijk was alles al uitverkocht.
Totdat er in één keer 4 tickets beschikbaar kwamen. Wouter heeft ze super snel geboekt. Het zijn dus 4 losse tickets. Dus waarschijnlijk zitten we allemaal los van elkaar. We hadden niet verwacht dat het zo vol zou zitten. We dachten al, we gaan gewoon naar het station. We boeken daar tickets, geen probleem. Dus Wouter is nu alvast naar het station, super lief, om tickets te halen. Myron die is naar het hotel, want die is gewoon last van de rug. Die is even zitten, even chillen in het hotel. En Maisha en ik, die zijn nu met z'n tweetjes hier in de hemel. Van gewoon heel dit game gedeelte, de speciale gamewijk. Hey, daar hebben we Wouter weer. Schatje. Het is gefixt! Het is gelukt! Let's go! Ik moest naar een ander kantoor nog, want die ene guy zei not possible tonight, no not possible. Echt? Ja, hij gaf allemaal errors, joh. Nee, je? Oh, ik ga dat niet accepteren. Dus en nu gefixt! Ja. Lekker, man. Hey. En we zijn maar bij één winkeltje geweest. Ja. Jullie hebben het snel gedaan. Nou, jij hebt het snel gedaan, ja. Want wij zijn alleen bij die winkel geweest. En that's it. Oh, ben je niet al... Ze hadden die charmander. Weet je wat ik dus die hebben jullie gehaald? 45 euro. Er was net een guy dat zag Maisha. Nou, vertel aan Wouter, dat was niet normaal. Je hebt daar weer zo'n soort van god iets. Oh nee. Ja, met envelopjes, gesloten enveloppen. 25.000 yen. Ja. Hij heeft er 3 meegenomen. 2 van 25 en eentje van 15.000. Dat is bizar, toch? Wat een gek. Dat is niet normaal. Dat was gewoon een kerel die dat gewoon kocht. Dus als je 25.000 yen hebt, dan heb je gewoon 157 euro. Voor je weet niet eens wat. Nee, je had er 2 gehaald. Erger, joh. Dan krijg je het eruit en denk je... Oh. Ja, of je krijgt iets uit en je denkt... Ja, kan allebei. Maar goed, oké. Okay, Wouter is er weer bij. Heeft hij echt snel gedaan in 10 minuten of zo. Bizar. Nu zijn we met z'n drieën. Gaan we hier even rondslenteren. We hebben echt maar 3 kwartier of zo. Dan moeten we alweer gaan, want we moeten die trein pakken. Anders komen we niet meer vanavond terug in Osaka. Dus Tokio, ik had je graag langer gewild. Maar helaas, we gaan nog heel veel rondkijken. Dan gaan we hier weg. Opeens hier bij eetentjes gaan we hier naar binnen. Boom! En dit ziet er ook helemaal niet naar uit alsof je een Pokémon winkel ingaat. Hoi! Hoi! Oké, hier gaan we met de trap. Ja, dit zijn van die dingetjes. Dan moet je echt gewoon dus in zo'n straatje naar boven kijken. En dan zie je dus trading card. Hé, dit is die guy die net die dingen heeft gekocht. Wat een legend. Ja, dat is hier ook wel. Het is wel goed dat hij in één keer naar deze winkel is gegaan. Echt, hè? Pokémon Heaven 83.0. No, film? Oké. Okay. Mag niet filmen. Sorry. Tot zo. Dames en heren, ik heb 5000 yen betaald voor een Rare Dragon. Dat is een spelletje. Ik heb hier het bonnetje. En ik mag één van deze mag ik pakken. En dan moet ik hopen dat ik iets goeds heb. Waar ligt mijn gevoel? Waar ligt mijn gevoel? Ik denk gewoon... Ik ga gewoon deze pakken. Gewoon de zijkant. Waarom ook niet? We gaan even kijken wat we hebben. Kaart. Oh my. Oh my god. Dingetje. Oh my god. Oh my god. Wat? Nou, ga kijken. Bro, what the fuck? The freaking S. Hoe doe je dat telkens weer, jongen? Hij heeft een S gekregen. What? Ik heb een S bij die duurste. What? Oh my god. Can I do the bell? Oké. What the fuck? Nice. Wow. Maar welke S zijn er? Oké, loop mee, loop mee. Oh my god. Dit moeten jullie even zien, dames en heren. What the heck? Ik heb gewoon een S, hè. Dit is echt ziek. Dit is gewoon van deze. Dat is de Charizard ook. Ik heb gewoon een S. Kijk dan. Lekker, dude. What the heck? Hier 5000 yen. En er zitten hier kaartjes die allemaal duurder zijn dan 5000 yen. Allemaal. Maar ik ga sowieso voor deze. Ja. Beste herinnering, de Charizard. Legendary, dude. Zo. What the... Nou, dat is een mooi afscheid van Tokio. Wow, echt, hè? Wow. Dit is niet normaal. What? Zo vet. Ik kan het niet geloven. Hij was helemaal zo happy. Ja, meteen de bel. Can I have this one? This one? Okay, Charizard. Yeah, Charizard, of course. Oh, is it okay to take photos? Yeah, of okay. Course. Oh, no ads, no ads. No. Okay. No, sorry. Okay. Boyo, there you go. Well, hij vroeg van, vind je het goed als ik foto's van jou maak dat je hem hebt gewonnen? Voor op Twitter, zodat ik daar advertenties mee kan draaien. Nou, lijkt me niet zo handig. Doe maar niet. Dan heb je gewonnen dat je in de advertentie was. Ja, echt, hè? Oké. Okay. Oh, arigato. Thank you. Arigato. Thank you so much. What? Dames en heren. Boom. Oké, we moeten nu wel meteen gaan. Ja, we moeten even opschieten. Damn. Oh, wat een einde. Woehoe. What the heck? Wow. Dit is echt die Enzo Knol-luck, ik zweer het je. Eerst dat tweede pakje, nu weer. No way! Kan gewoon niet beter. Gisteren had ik al een A,
En een A is sowieso goed, een A, daar heb je sowieso bird voor je money. Dus dan heb je gewoon meer dan dat je hebt betaald. En toen had ik ook nog op die A staan, try again. Dus mocht ik nog een kaart pakken, en dat was een B. En nu pak ik gewoon een S en heb ik die, ik doe die Charizard snel weg. What? Eventjes kijken waar Myron is, dames en heren. Myron! Vertel je verhaal. Myron, boom, I'm a winner! Wat, schatje? Oké, ik weet het dat je het niet altijd leuk vindt dat ik van die spelletjes doe en zo, weet je wel. Vaak geldverspilling. Nu heb ik 5000 yen betaald. Dat is 31,50 euro. En dat heb ik betaald. Dat was het dikste spelletje wat je kon spelen daar. En dan moest je zo'n kaart trekken en dan kon je een B, een A of een S krijgen. Ja. En een B is het slechtste, een A daarna, S is het beste. Wat kreeg ik? S. Een S. En welke kaart heb ik uitgekozen? Boom! Oh. En hoeveel denk je dat die waard is? 100 euro. 160 euro. Echt? En ik heb er 31 euro voor betaald. Die kerel was ook helemaal zo'n belletje aan het rinkelen en zo. Nice. Ik wilde het zelf ook rinkelen. Ik dacht, Hij is echt super sick. Mooi joh. Wat een afsluiter van Tokio, dames en heren. Oké, nu ga ik snel naar de wc. Spullen pakken. Taxi. Bullet train. Let's go. Boom, dames en heren. Kijk dan. Zo'n bijzondere trein. De Bullet Train. Let's go. Hopelijk kunnen we naast elkaar. We hebben dus niet gereserveerde kaarten. En dat betekent dat je dus van 1 tot en met 3, kijk, non-reserved. Dat betekent dus dat je niet hebt gereserveerd voor een plek. En dat je dus gewoon naar binnen gaat en hopen dat je naast elkaar kan zitten. Dus ik hoop dat ik naast Byron kan zitten. Kom op. Dus we pakken de koffer. Die hebben we nu eigenlijk ook niet geboekt. Dus ik weet niet echt hoe we dat gaan doen. Maar we gaan in ieder geval naar binnen. En dan laten we het hopen. Hebben we twee plekken naast elkaar? Denk het niet. Nee, denk het niet. Ai. Het is gefixt, dames en heren. We hebben een plek tussen tweetjes. Dames en heren. Dat was hem weer, hè? Ik dacht dat je dat ging zeggen. Zo. Je dacht echt dat ik zou zeggen, zo, dat was hem weer, hè? Nee, schat. Maar wel zo. Ik dacht dat je net zo ging. Zo, zitten we dan. Hey, we zijn weer terug in onze vertrouwde kamer. En we gaan lekker slapen. Ik ben echt moe. Jij bent ook moe? We zijn samen moe, dus lekker een beetje toe. Het is nu iets van 12:30 of zo. Dus het was weer een lange dag. Ongelooflijk. Dus wij gaan even wat slaap pakken. Het was wel weer echt een super mooie dag. Echt genoten. En wat is de afsluiter van Tokio? Damn. Achteraf gezien hadden we echt heel graag langer gebleven in Tokio. Want we waren nog lang niet uitgespeeld daar. Maar hey, misschien reden om ooit weer terug te komen. Maar voor nu, het was echt heel erg vet. Tokio was sick. Next level. Groter, gekker. Wel duidelijk meer toeristen. Ja, dat vind ik wel leuker aan Osaka. Osaka heeft ook heel veel dingen wat Tokio heeft. Ook bijvoorbeeld die Pokémon stores, maar ook gewoon het traditionele. Maar Osaka heeft veel meer dat je echt gewoon een van de weinige toeristen bent. Als je, tenminste wij zijn nu in een periode dat je niet echt veel vakanties hebt. Maar echt een van de weinige toeristen hier. En soms zie je gewoon de hele dag voor je gevoel geen toerist. En dat is best wel bizar. Zit je gewoon allemaal tussen de bevolking. Tussen de Japanners. Het was wel heel vet. Zeker. Dus ik heb enorm genoten, dames en heren, van de afgelopen dagen in Tokio. Hopelijk jullie ook. Vergeet dan niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.